glamorous life of bloggers en vloggers. Het gaat nog heel erg lang duren, ben ik bang. Goedemorgen allemaal, ik ben net wakker geworden in Griekenland. Het is nu bijna 10 uur. Ik heb een lekker ochtendje kunnen uitslapen. Ik heb net even wat mailtjes kunnen doen in bed. En achter mij zien jullie de super mooie kamer. Ik ben namelijk in Costa Navarino, dat is in Griekenland. In de Messinia-streek. En ze hebben mij uitgenodigd om dit resort, te komen bewonderen eigenlijk. En mee te maken. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Het enige kleine minpuntje is dat het aan het regenen is. Maar kijk eventjes. Ik heb mijn eigen privé zwembad. Echt waanzinnig. En daar aan het einde zien jullie de zee. Maar het is echt prachtig hier. Het draait allemaal heel erg om duurzaamheid. Wat natuurlijk een heel erg mooi feit is. Maar daar ga ik jullie zo later wat meer over vertellen. Want vandaag krijg ik namelijk een hele rondleiding hier. Want ja, het is gigantisch. Volgens mij zijn er zelfs ongeveer rond de 700 kamers, heb ik gisteren begrepen. En kunnen hier 2000 mensen verblijven. En zijn er ruim 20 restaurants. Dus er is echt enorm veel te ontdekken hier. Vandaag gaan we daarmee beginnen. We zijn hier we zijn gisteravond dus laat aangekomen. We hebben nog een hapje gegeten. En nu hebben we vandaag de hele dag. Vandaag is het vrijdag. En zaterdag hebben we de hele dag. En dan gaan we zondagochtend alweer vroeg terug. Dus het is een kort tripje. Maar ja, echt heerlijk om hier nu te zijn. Alleen ik hoop echt heel erg dat het zo gaat opklaren. Want ja, ik had gehoopt op een beetje zonnig. Ik ga nu even snel mijn spulletjes inpakken en dan ga ik afspreken met Kiki. Zij is namens Amazing hier. Echt een superleuk chick. We hebben het heel erg gezellig met elkaar. We zijn maar met z'n tweetjes. Dus dat is ook best wel grappig. Meestal als je op persreis gaat ben je met een hele groep. Maar nu zijn we gezellig samen. Dus dat is hartstikke leuk. En dan gaan we lekker ontbijten. Dus ik zie jullie zo. Now, we need to get some breakfast, but I know we are too late for breakfast, but do you know if we can get... We're not too late. No? Oh, perfect. Oh, yay. Super. Ik heb wel lekker geslapen, wel echt heel erg kort, een uurtje of 4 of zo. En ik werd wakker en ik dacht alleen maar, wat is dit? Ja, echt hè? Ja, We zitten nu in een buggy en we gaan nu op naar het ontbijt. Ben je klaar? Ik zie daar een stukje blauw. Oh, zie je wit? Van het plusje ervoor. Dat ook zo handig. Gelukkig maar. Ik ben nu op zoek naar mijn huisje. Het is hier dus, zoals ik net al zei, echt gigantisch. En ik ben echt heel slecht in de weg vinden. Mijn oriëntatie en vermogen is er gewoon, die heb ik gewoon eigenlijk bijna niet. Dus ik hoop dat ik het zo vind. Maar het is nu een beetje aan het opklaren, dus zometeen hebben we weer afgesproken in de lobby en dan krijgen we een tour hier. Dus dat is wel handig, want dan weet ik een beetje hoe het in elkaar zit. En oh yes, ik zie heel veel blauw. Helemaal goed. We zijn nu aangekomen in de allergrootste villa en hier komen heel veel celebrities en royalties. En ja, dat kan ik op zich best begrijpen als je zo rondkijkt. Dat is onze gids. Wauw, je zou maar hier zitten als je op vakantie bent. Hoe mooi. Echt prachtig. Wat uitzicht. Trouwens, ik ben nu even op mijn telefoon aan het filmen, want mijn camera is uitgevallen. Ik heb hem vannacht nog in de batterij gedaan. En de batterij heeft gewoon helemaal niet opgeladen. Dus ik ben heel erg bang dat mijn oplader kapot is. Oh, ik baal zo erg. Oh, ik wil gewoon met mijn mooie camera natuurlijk filmen. Maar nu ben ik gewoon aan mijn telefoon. En ik zit in the middle of nowhere. Waardoor ik niet eventjes langs de winkel kan gaan. Helemaal een stressmoment. Maar goed, gelukkig doet dit uitzicht weer een klein beetje
relativeren. Er zit in de villa ook gewoon een ruimte voor een spa. Kijk dit plafond. Wauw. Dit is de master bedroom. Dit is het mooie uitzicht wat ik net liet zien. Hier de badkamer met een gigantische jacuzzi. Wauw. En als je nou denkt, hoeveel kost het dan om hier een nachtje te slapen? Dat begint bij zo rond de 8000 euro. Ja, nog heel eventjes doorsparen dus. Hoi Kiki. Now we go. Lekker te staan. Mag ik even opnieuw? Ik dacht, ik doe gewoon eventjes iets spontaans. Een spontane. Nee, leuk. Ja toch? Ik zet er spontaan mijn bril op. Ooit wel eens in een golfkarretje gereden eigenlijk? Nee. Nee, ik ook niet. Hoe leuk is dit? Ik vind het best wel een ervaring. Ja, maar ik zou eigenlijk best wel eentje zelf willen hebben eigenlijk. We gaan wel met slakken gooien. Dat wel. We zijn nu aangekomen in de Natura Hall en Costa Navarino staat heel erg voor sustainability en beschermt de natuur hier in de omgeving en is daar heel erg actief mee bezig, wat natuurlijk super goed is. Vooral omdat het zo'n mega resort is, is het toch wel heel erg goed om te horen dat ze dat heel erg hoog in het vaandel hebben staan. En nu zijn we in het centrum waar je echt hier alles over kan leren, dus dat is eigenlijk best wel interessant. Ik ben nu iets 3D aan het kijken. Ik heb geen idee of ik mezelf film. Jawel. Oh, wauw. We gaan nu met een sneltreinvaart de berg op. And there is no other way to go, I mean. Uh-oh. Hou je je goed vast, Kiki? Ik moet je wel goed vasthouden, hoor. Ik zit er klaar voor. Voor deze helse, heftige... Rollercoaster ride. Echt, hè? Ja. We gaan nog steeds niet heel veel harder. Maar ik denk dat we het wel gaan halen. Positief blijven. Met someone else. Oh no! I'm going to push! But you can. Yay! Wat gebeurt hier? Dubbel vloggings. Dubbel vloggings. Ja. Ik ben aan het duwen. Maar we gaan snel nu, toch? Oké. Dit gaat top. Dit gaat top zo. Very glamorous life of bloggers and vloggers. We gaan nu ietsje sneller. Dat was het wel heel traag. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Nee, dat ging niet helemaal lekker. Maar we hebben nu een hele knappe Griekse, golfboy. Die ons even naar de kamer brengt in de razende rondvaart. We zijn net weer eventjes terug in de kamer voordat we zo meteen weer gezellig gaan lunchen. Om even mijn telefoon op te laden. En ik heb net nog een keer geprobeerd mijn camera op te laden, maar die doet het dus niet. En gewoon helemaal buikpijn van. Klinkt misschien heel stom, maar ik kom hier natuurlijk ook om mooie content te schieten. Omdat het ook een samenwerking is natuurlijk met dit mega mooie resort. En dan werkt gewoon je camera niet. Terwijl die het altijd doet. En ik hem nog niet eens zo heel erg lang heb. Ik heb hem echt nog maar, ik denk 2 maandjes. En die batterij probeer ik op te laden. En dan werkt hij gewoon niet. Het lampje gaat niet aan. Ik baal er echt zo erg van. Maar goed, ja. Ik kan gewoon helemaal niks doen. Het is dus echt een beetje balen. Een beetje heel erg balen. Maar goed, ik kom net weer aan in mijn kamertje. Kamer, moet ik zeggen. Ik dacht, ik geef je nog even een goede roomtour. Want volgens mij heb ik dat niet echt goed gedaan. Lekker schijnt, wil ik stiekem heel graag een duikje nemen in mijn zwembad. Zo mooi. Maar goed, dat gaat niet. Ik moet nu mijn telefoon opladen, want die is natuurlijk nu ook bijna leeg vanwege al het filmen ineens. Dus dat ga ik nu maar even snel doen. En dan gaan we gezellig lunchen. Ik zie jullie zo weer. Oh, je aanlocht. Oh, we hebben een klein vriendje gevonden.
kijk maar, een klein kopje. Gaan we nu op naar de spa. Heb je er zin in? Kiki? Ik heb er enorm zin in. Ja, hè? Het is wel een beetje vol. Ja, we hebben net echt heel uitgebreid gegeten. Het was zo lekker. En nu moeten we op ons buik lekker op een massagetafel gaan liggen de hele tijd. Dus dat wordt nog wat. Maar goed, ik heb er wel zin in. Net een heerlijke massage gehad. In de Anazu Spa. En nu zijn we helemaal rozig. Maar we moeten nog aan de slag vanavond. Eerst hebben we een olijfolie tasting. Daar gaan we nu heen. En daarna hebben we een traditionele kookles. Dus we worden aan het werk gezet vanavond. We zijn weer terug in de hotelkamer na een olijfolie tasting, wat trouwens heel erg interessant was. Je moet nooit olijfolie uit een doorzichtige fles kopen, of een dichte fles. Kleine tip. En ik heb me even heel snel omgekleed. Ik heb het rokje aan van de Zara. Ik heb gewoon een soort jasje, een soort topje en mijn Gucci loafers. En volgens mij hebben we nu een traditionele kookles, wat echt super leuk is. Ik denk dat Milan hier heel blij mee gaat zijn als ik eventjes ga koken voor hem. Als ik weer thuis ben, een traditionele Griekse maaltijd. Oef, maar het is een intense dag. We zijn echt aan het rennen en aan het vliegen de hele tijd. Maar wel allemaal leuke dingen, dus ik mag helemaal niet klagen. Dus ik ga nu weer snel naar buiten, rennen naar Kiki. En dan gaan we lekker eten. Dat is namelijk wat we hebben gedaan alleen maar vandaag. Ik ben alleen maar gegeten. Totaal niet. Nee, hè? Ik ben een echte ramp in de keuken, dus ik hoopte eigenlijk dat jij mijn sterke zijn... wederhelft... Nee, hè? Nee, ja. We zijn geen sterke wederhelft. Nee, dat is begin. Nee, okay. Nou, we gaan ervoor. Ja, yes. Oké. Okay. Komt hoor, Billy Rose, met haar cooking skills. Het gaat nog heel erg lang duren, ben ik bang. Ja, je hebt wel goed gelakte nagels. Dat valt wel. Weer lekker op de hotelkamer. Ik moet nu ik op mijn telefoonfilm echt leren om hierin te kijken en niet naar mezelf in het scherm. Maar het was zo leuk, die traditionele kookles. Die Anna en Luna waren echt zo lief. Die ons kookles gaven. Of ja, kookles. We konden gewoon een handje meehelpen in de keuken. Wat heel erg leuk was. En daarna heerlijk gegeten. Het was echt een hele leuke ervaring. En nu ben ik weer terug in mijn gigantische bed. En ik denk dat ik lekker eventjes een bad ga nemen en een serietje ga kijken. Eventjes relaxen. Dus dat. Ik baal trouwens wel echt zo erg dat mijn camera het gewoon niet doet en de batterij gewoon niet opgeladen kan worden. Och, het is echt zo mega balen. Maar goed, ik hoop dat jullie deze kwaliteit van de vlog niet heel erg slecht vinden. En dat het alsnog een leuke vlog is. Ondanks dat het... Nou ja, niet echt fantastische kwaliteit is. Oh, ik baal echt zo erg. Maar goed. Ja, dus ik ga nog even lekker relaxen. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Slaap lekker. Oh, good morning. Het is zaterdag. Ja, zaterdag. Heerlijk geslapen. Oh, het bed is zo fijn. Daar kom je echt nooit meer uit. En oef, het zonnetje. Nu wandel ik rustig richting het ontbijt, richting Kiki. Om even lekker te ontbijten dus, voordat we
op avontuurpad gaan. Want we gaan vandaag namelijk naar... Oh, wat er veel licht. Naar Piros. En dan gaan we dat stadje bezoeken en een kasteel bezoeken. Dus gaan we allemaal leuke dingen doen. Dan gaan we met een busje naartoe. Volgens mij is het ongeveer een half uurtje rijden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik zat gisteren nog te denken trouwens dat... Omdat ik zo baalde van dat mijn telefoon het niet doet. Of mijn camera het niet doet. Dat het ook eigenlijk misschien niet per se... Kijk, ik vind de kwaliteit heel erg belangrijk van mijn video's. En ook echt een van de allerleukste dingen. Om echt een mooie vlog te maken. Maar daar gaat het natuurlijk in essentie niet om. Het gaat om storytelling. En om een mooi verhaal maken. En dat kan natuurlijk met een telefoon... Een camera, maakt niet uit. Dus ja, ik dacht van ik moet maar gewoon het allerleukste verhaal gaan maken met mijn telefoon. En dan komt het toch stiekem wel goed. Alright. Zie ik hier al staan? Nee. Ik ga hier zo zien. Metoni Kasteel. Metoni is een stad hier in de Messinia streek. En we zijn nu echt in een eeuwenoud kasteel aangekomen. En dit kasteel is duizenden jaren oud. Volgens mij komt het uit 1300, vertelden ze net. Dus ja, dat is heel erg lang geleden. Dus we gaan hier nu even rondlopen. En volgens mij gaan we nu een kerkje in. Ja. We gaan nu een heel oud orthodox kerkje in. Ik ben heel benieuwd. We zijn nu aangekomen in Pilos. Zo'n grappig naampje. Heel klein havenstadje hier. Vlakbij waar wij zitten, eigenlijk bij Costa Navarino. En het weer is vandaag zo lekker. Het is echt warm. Het is volgens mij 22 graden vandaag. Dus het is echt gewoon lekker blote beentjes. We zijn nu aangekomen bij nog een kasteel. Er zijn hier genoeg in Griekenland. Oeh, ik ben een beetje buiten adem, want ik ben flink aan het klimmen. Zoals je misschien wel... Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee als je zo naar achter kijkt. Maar dit kasteel, wanneer is dit kasteel gebouwd? In de 1815 century? Oh nee, shit, ik weet het niet meer. Hij heeft niet goed opgelet. Nee! In de 16th century. De maar 16th ik was gewoon eeuw. Heel erg van de view aan het genieten. Ja. Nee, dit is echt eeuwen oud. Het is toch niet normaal dat we hier nog steeds dan doorheen kunnen lopen? Oeh, hier is een daredevil. Waar sta jij? Oh, hier. Ik dacht al, wat ben jij nou weer aan het doen? Ik sta op mijn grond. Ja, jij hebt een goed plekje. Oh, kijk uit. We gaan nu picknicken op deze plek met dit uitzicht. Wauw. Jammer. Ben ik weer. We hebben net echt de meest romantische, perfecte picknick ooit gehad. Onder een olijfboom. Met twee hele, lieve Griekse vrouwen die echt ontzettend veel waarde hechten aan koken en... Dat is een grote hobby is eigenlijk. Die hadden heerlijke hapjes voor ons klaargemaakt. Lekker vers gemaakte limo erbij en een rozeetje. Het was echt heerlijk op een berg.
Met een prachtig uitzicht. Ja, dat zijn wel echt de allerleukste dingen in het leven eigenlijk. En nu zijn we weer teruggekomen bij Costa Navarino. En loop nog even lekker een rondje. Even een beetje het eten te laten zakken. Want we hebben weer echt ontzettend veel gegeten. Eigenlijk de hele reis eten we iedere dag wel echt heel veel. Maar heel erg lekker. Het Griekse eten. Daar ben ik wel echt een fan van. Nu ga ik nog even lekker naar de kamer. En dan denk ik dat ik deze vlog een beetje ga editen. Ik was even lekker een boekje aan het lezen op mijn bed. En toen ineens dacht ik van... Het wordt iets donkerder. Volgens mij gaat de zon onder. En kijk... Hoe mooi is dit uitzicht. Het is hier zo donker. En er is hier niemand. En ik hoor alleen maar dierengeluidjes. Oh, en laat ik nou net een hele enge post hebben gezien op Facebook. Waar ze de allergrootste spin hebben laten zien. Ooit. Ik ben echt geen held in het donker. Ik ben ook nog eens nachtblind. Ik ben nu aan het vloggen om me ietsje meer op mijn gemak te voelen. Oh, oké. Ik ben blij als ik bij Kiki ben. Koffer halen en dan zit onze reis naar Griekenland er weer op. We hebben even een dubbel vlog session. En hou mijn blog in de gaten, want er verschijnt binnenkort een leuke blogpost met allemaal foto's waarin ik jullie nog meer laat zien. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden, ondanks de iPhone kwaliteit. Ik baal nog steeds, maar goed. Ik ga lekker thuis de vlog editen. Dan komt hij snel online. En ik hoop jullie heel snel weer te zien in een volgende video.